Brian, kan jij, ondanks het feit dat je gewisseld bent, een beetje genieten van de overwinning? Ja, zeker. Het waren natuurlijk drie belangrijke punten. Dus, ja. Jullie spelen met een iets wat andere ploeg dan Beşiktaş. Had jij dat eigenlijk verwacht? Of dacht je van, nou laten we maar eens eventjes lekker 45 minuten met dat ploegje van Beşiktaş beginnen? Nee, mij maakt het niet uit, zolang ik maar erin sta. Dus, ja. Je had een heiger in je nek, hè, vandaag? Ja, klopt. Van Gelderen deed het goed. Die andere ook. Dus, Van de Buis? Ja, ik had een lastige wedstrijd. Ik denk dat ik ook niet mijn niveau haalde vandaag. Maar goed, er komen nog veel andere wedstrijden. Je had een beetje de kleren erin, hè, dat je eraf moest. Dat ik? Je had een beetje de pest erin, dat je eraf moest. Je wilt natuurlijk alles spelen, maar ja, ook geen doelpuntje gemaakt ook natuurlijk. Dus ja. Dat is snel over? Ja, het is nu alweer over. We hebben gewonnen, dus iedereen blij. Wat ik net zei, drie belangrijke punten. Jullie speelden tegen een soort handbalverdediging. Snap je wat ik bedoel? Ze stonden op een gegeven moment met 8-9 mensen bijna in hun eigen 16. Hebben jullie ook wel eens getraind om met twee centrumspitsen te spelen? Dus om het kapot te maken? Dat hebben we wel eens gedaan, maar dat hebben we vandaag niet gedaan in de wedstrijd, dus maar hebben we wel eens gedaan, ja. En daar had je eigenlijk een beetje op gerekend? Vandaag? Ja? Nou, niet per se, normaal. Nee, niet per se. Als ik jou nu zo zie, dan denk je van, nou, ik ben terecht gewisseld. Ja, ik haalde vandaag sowieso niet mijn niveau, dus ja. Nou, sowieso leuk dat je gewoon vrolijk hier staat, ondanks het feit dat je net nog de kleren erin had. Maar voor de rest ben je fit, hè? Ja, ik voel me goed, dus verder bouwen. Duitsland vorm, Beşiktaş vorm, meenemen naar Praag. Ja, precies. Jij geeft de trainer zometeen weer een kus op zijn voorhoofd? Ja, komt goed, komt goed.